En hallo mensen van je moes, ik ben Jason. En ik ben hier samen met Bram, maar die zit ergens in zijn huis. Bram heeft ook een kanaal. En Bram zat bij mij in het kanaal. En nu komt hij eraan, toevallig. Heel toevallig hier ook. En wat gaan we doen? Wij gaan namelijk nu filmen voor zijn kanaal. En dat is nog een geheim. Ik weet niet wanneer zijn video online komt, maar... Ik weet niet wanneer jouw video online komt. Mijne komt volgende week woensdag. Nou, mijne volgende week donderdag. Oké, dus morgen zien jullie zijn video. Klik op die infokaart daar ook om alvast te abonneren. Cirkel. Nee, die kant altijd. Nee, het is die altijd kant. Links, altijd links. Het is altijd links. Het is rechts. Als je aan het filmen, is het rechts. Wacht daarvoor. Je draait je... Oh, je hebt je camera gedraaid. Ja. Oh, dus, maar als je zo draait, dan is het daar. Ja, klopt. Ja, want ik dacht dat je hem anders... Nou. Ja. Godverdomme. Inderdaad. Nou... Well, high five, we gaan op. Nou, we zijn op de locatie nummer 1. Dat is dit gebouw. Oh, wow, dit gebouw, sorry. Het kan zijn dat het de locatie nummer 1. Ik film... Camera's. Ja, ik film met mijn mobiel en dat vind ik... Als je heel lang met je camera filmt en opeens weer met je mobiel is het weer even wennen. Laten we daar houden. Camera's ten eerste. Daar ook. We hebben dus een dilemma. Ja, we weten dus niet of we het gaan doen. Als we kunnen... het gaan doen, dan zijn we best wel fuckers voor worden. Daar al ergens zijn mensen. Ik kan het even niet zien met de camera. Ja, daar zijn twee gasten. En nou, daar is de camerabewaking, maar die kan ons niet zien momenteel. Maar als we dus nu... Maar voor de, gaan, onze als we, tassen... Als we hier niet gaan opnemen, hè, dan is de kat dus een boete van €400 op wat we anders kunnen krijgen. En dat is voor de eerste video van mijn kanaal. We zijn nu bij de tweede locatie. Oké, we zijn even wat een paar dagen later van de vlog met Bram en de video. Alleen even één ding. Daarbuiten staat iets zo gaars. I mean, come on. Maar Oké. Ik ga vandaag niet zoveel bijzonders doen. Ik heb vandaag net geëdit en zo. En hier was copyright muziek. Hier. Ik ben nu muziek aan het luisteren. Namelijk, daar ga ik eigenlijk zo omkleden. Want het is nu eigenlijk al bijna... Ja, het is 12:02. En vandaag wordt de video om 12:00 online te komen. Het is namelijk zaterdag. Alleen, de video is pas net af. Dus die komt later online. Dat heb ik ook al gezegd op Snapchat. En het is een soort van weekvlog geworden. Want ik heb nu vakantie. Woo! Ja, 2 weken. Ja, het is nu zondag in plaats van zaterdag. Ik heb gisteren net al lopen editen en zo. En nu ga ik even deze studio. Ga ik even de restjes van dat logeren. Ga ik even opruimen, want dat moet ook gebeuren. Daarna ga ik naar Nick en dan ga ik daar editen voor leedjeswaarde en zo. Voor de film, zeg maar. Deze boy heeft zojuist 400 abonnees bereikt. Woo! Thank you, kijkers. Thank you, thank you, thank you. Zo. Nou, dan moet ik dan toch maar een stukje van mijn wenkbrauw eraf. En dat gaat een meisje uit mijn klas doen. Het is nu, by the way, ik weet niet hoe laat het is. Het is nu 8:03. En het is nog steeds dezelfde dag. En ik ben bij Niek geweest. En we hebben niets, ik heb niet gevlogd. Maar we hebben geëdit en toen gingen we naar Stijn. Toen hebben we daar gegamed. En dat is het, zeg maar. En ik krijg allemaal berichten. Dus de 400 abonnees special komt eraan. Met... Een nieuwe dag, een nieuwe lach of zoiets. Wat is het? I don't know. Mijn vader heeft iets geregeld met de tuin of zo. We hadden altijd zo'n vijver daar ook. Of ja, hoe je het ook wel noemen. Dat gaat hij nu opvullen. Want meneertje vindt het tijd worden dat het wordt opgevuld. Want we gebruiken het niet. En ook voor
Waarvoor is die lange buis? Water. Oké, okay, daar zat je dus in de auto. En nou moet je wachten op je ouders, want ze zijn boodschappen aan het doen. Ja. Je mocht je afvragen waarom ik eigenlijk überhaupt voorin zit. Dat zit fijner dan achterin, want ik zit altijd in het midden. Dan moet je kijken wat er in het midden zit. Wacht, dat ding hier. Vroeg je af waarom zit je dan niet daar of daar? Ik ben wagenziek. En dan wil ik het liefst. Dan wil je het liefst zeg maar hier naar voren kunnen kijken. En ik wel in het midden best. En nu ze er niet zijn, kan ik gewoon even vooraan zitten. Vandaar. Dat stiekem vind je toch wel cool om het stuur. Ik bedoel, welk kind zou het niet cool vinden om achter een stuur te zitten van een auto? Als ik het zo goed zeg, überhaupt. Je snapt toch veel wat ik bedoel. Ga ik even achterin zitten, dacht ik daarvan. Als ik erbij pas, überhaupt. Eigenlijk. Oké. Jullie horen wel pinharde copyright muziek, by the way. Sorry als je mijn hand ziet. Ja. Oké, back home. Alweer later of zo. Mijn haar zit er weer geweldig uit. Copyright muziek, maar dat maakt niet uit. Ik ga deze vlog afsluiten. Dus, vonden jullie deze vlog toch nog een beetje leuk? Geef van een blauwdruk omhoog. Ben jullie meer abonneren en dan zie ik jullie zeker zaterdag weer. Ik zeg, later.